Zijn jullie klaar voor een spetterende special? We gaan namelijk de toffieknetter maken. We nemen hiervoor toffiesiroop, chocoladesiroop, chocoladesaus, een extra dark espresso shot, een glaasje melk, 5 ijsklontjes, slagroom, knetterdip en een rietje. En, belangrijk, we hebben een blender nodig bij deze special. Start met het versieren van je glas. Drapeer de donkere chocoladesaus aan de binnenkant van je glas rondom, zodat overal een beetje chocoladesaus zit. Zoals dit. Doe vervolgens het espresso shot, de melk, de ijsklontjes en van elke siroop 1 pompje in de blender. En zet de blender aan voor ongeveer 10 seconden. Doe deze mix in het glas. Zorg ervoor dat je glas niet helemaal vol zit, want er komt natuurlijk ook nog slagroom bij. Spuit de slagroom in een ronddraaiende beweging in het glas, zodat er een mooie toevoeg staat. En doe je vervolgens je rietje in. Als laatste maak het af met een beetje knetterdip. En klaar is je toffieknetter.